Dames en heertjes, welkom bij een nieuwe No Limits aflevering. En in deze aflevering gaan we drie achtbanen, jullie weten het wel, drie achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Maar de eerste achtbaan is de Agartha. Klinkt als een heksennaam. Ik weet niet waarom, maar het klinkt als een heksennaam. De Agartha. Deze achtbaan is van Steam gedownload. Dat is als je het spel koopt op via Steam. Dan kan je dus deze downloaden via Steam. Heel makkelijk via de workshop. En ik heb ze toegestuurd gekregen dankzij Joey. Bedankt hiervoor. En hij moet nu gaan laden, de Agartha. En we gaan weer lopen, dames en heren. Ik heb dat vaak, dat je moet gaan lopen naar een achtbaan. Vind ik alleen maar leuk. Vind ik alleen maar cool. Maar jullie gaan dus besluiten welke achtbaan het beste wordt. En jullie kijken waarschijnlijk naar layout, natuur, omgeving. Oh! Woehoe! Muziek! Yeah! Oh, de achtbaan vertrekt net. Of hij komt net aan. Even kijken. Vastpas. Standalone. We doen deze gewoon. Woehoe! Ja. En we gaan naar binnen. Snel, kom op. Ik wil... Oh, kom op. Wat een lange wachtrij, kom op. Ja, we zitten erin. Oh, dit ziet er echt heel erg netjes uit. Qua thematisatie, qua alles. Wow. Daar gaan we. You must escape. Je moet gaan vluchten. Voor wat moeten wij vluchten? Gaan de poortjes dicht? Dan weten we wanneer de poortjes dicht gaan, weten wij wanneer we gaan vertrekken. Dus we hadden eigenlijk best wel kunnen lopen, denk ik. De poortjes gaan dicht. Dat betekent, oh, de beugels gaan dicht. En het ziet eruit als een lanceerachtbaan. En flitspalen voor een lichtje, voor een foto. Wow. Wow, deze is groot. Wauw. Dit zijn nog eens achtbanen. Wauw. Wat een omgeving ook. Ongelooflijk. Dat is echt gaaf. Nou, nog een barrel roll, hè? Heel langzaam. Wauw. Ja, dit is echt gaaf. Dit is echt heel gaaf. Nou, de achtbaan was ontzettend goed gedecoreerd. Het had gewoon een lekkere speed. En ik ben heel benieuwd hoe de andere twee achtbanen gaan worden. En dat is de volgende, Alton Towers, de Air. De Air. En die is ook alweer zo briljant gedaan. En wat een thematisatie. Ik vind het fantastisch. Wauw. En het is alleen maar gaaf dat we in zo'n aflevering als dit van No Limits drie verschillende achtbanen gaan doen. En dat de echte achtbanen steeds mooier eruit gaan zien, lijkt het net. Het is gewoon schitterend. Oké, het lekt zelfs een beetje. Maar wauw. Wat is dit in vredesnaam. Wat een thematisatie nu al. En we hebben nog niet eens de hele achtbaan gezien. Waar moeten we instappen? Ik ga eens kijken. Hoe lopen we? Ik zie hier een soort van weggetje. Dat gaat hier naar boven toe. En allemaal steentjes. Het lijkt alsof het een grote wachtrij is. Maar hier is dus hier kan je lopen dus. En hier gaan we al in de achtbaan. Oké, dat gaat snel. Dat is mooi. Dat zag er echt fantastisch uit. Een beetje een space thema. Ook weer muziek toegevoegd. Wauw. Zitten we trouwens in het karretje? Nee, we zitten nu niet. Nu zitten we erin. Ja, kijk, dit is beter. We zaten eerst voor het karretje, maar we moeten natuurlijk in het karretje. Ik ben heel erg benieuwd naar deze achtbaan. Het is een flying coaster. Tot nu toe gaat hij nog niet heel hard. Maar ik denk niet dat... Oh, jeetje, we liggen al op onze... Wow! Nee. Woehoe. Remmen?
Waar gaan we helemaal heen, joh? Hij is niet zo heel ruig, geloof ik, uit mijn hoofd. Als ik zo zie, zeg maar. Is hij niet echt ruig. Hij gaat niet heel hard. Maar hij heeft wel gewoon een lekker vaartje. En ik denk dat dat belangrijk is bij deze achtbaan. Ik vind hem echt fantastisch. Ook de hele omgeving is echt over nagedacht. En dit was hem alweer. Ik wil even het station kijken. Want ik wil weten hoe ze dat gethematiseerd hebben. Nou, er was een... Ja, moet je kijken ook. Die detail, jongens. Met stenen en... Gewoon het hele gebied is fantastisch gedaan. Dit zal echt een werk hebben gekost, dat wil je niet weten. Wat ik dan wel jammer vind is dat er niet echt van gras of plantjes of bosjes te zien zijn. Oh, je hoort gewoon geluiden ook van stemmetjes. Wauw, en twee stations. Dat maakt het ook wel heel, heel bizar. Kijk nou joh. Hier is gewoon heel veel aandacht aan besteed, zoals je ziet. En het ziet gewoon fantastisch uit. Hij heeft gewoon overal aan gedacht. En dat maakt deze attractie ook wel heel gaaf. Voor mij is dit hele... wachtrij of zo, ik weet het niet. Hij duurt wel heel lang die wachtrij als ik het zo zie. Hij loopt ook helemaal langs de attractie, weet ik het allemaal niet. Echt heel erg stoer gedaan. Hier zal de ingang zijn, denk ik. Single riders en fast track entries. Gaaf. En ook die, ja, dit is zeker weten ook een hele topbaan. Oh, mooie wolken trouwens ook. De derde en laatste achtbaan heet de Awanyu. Dat wordt de laatste die we gaan doen voor deze aflevering. En dan is het aan jullie de keuze en aan mij om te beslissen welke achtbaan de leukste, beste was van deze drie. En dat is moeilijk. En daarom mogen jullie ook lekker nadenken en wees ook gewoon kritisch. I want you so bad. Het is nu al gedetailleerd. En we lopen gewoon in een compleet park. En wauw. Het rijdt om één achtbaan en het ziet er nu al zo fantastisch uit. Ik denk dat mensen die dit maken gewoon zichzelf kunnen aanmelden als attractieontwerper voor bepaalde pretparken. Want dit ziet er toch ongelooflijk uit. Moet je kijken, ze hebben zelfs lichtjes op de achtbaan. Ja, jongens, dit is fantastisch. Ik ben nu al helemaal ondersteboven en ik weet niet waar de ingang is. Is het hier? De Awanyu. Ja, hier gaan we naar de ingang. Ik was al een beetje aan het kijken van hoe komen we daar... Het is een hele brede ingang. Of het is gewoon een heel leuk pad. Ik zie ook hier allemaal driehoekjes. Hallo driehoekjes. En bosjes staan hier langs de weg. En ook fantastische thematisering. Hij heeft leuke bloemen gedaan. Of leuke bomen kunnen we eigenlijk gaan freerunnen. Ja hoor. We skippen gewoon een stukje. En dan hopen dat ik eigenlijk wel weer hierin kom. Oh jongens, dit gaat moeilijk worden. Wacht, ik ga springen. Kom op. Het moet gaan lukken. Moment. En 3, 2, 1. Yeah. De Awanyu, daar gaan we naar binnen. Oh, dit is echt fantastisch. ik vind het geweldig. We zitten nu onder de grond. First row, Awanyu, other rows. We gaan naar de first row. We willen natuurlijk vooraan in die attractie. Oh, kijk eens. Dit is heel gaaf. We kunnen instappen, denk ik. We gaan hier zitten. En dan gaan we genieten van de Awanyu. Ik ben nu al helemaal verliefd op deze achtbaan. Maar toch wordt de keuze moeilijk om te kiezen. En dat is niet leuk. We worden gelijk omhoog getakeld. En wat lekker vloeiend gaat die al heerlijk naar boven. Wat een lekker tempo. Het is dus een hangachtbaan. Dus we hebben eigenlijk drie verschillende achtbanen gehad. Dus dat is ook gaaf. Het ligt een beetje waar je voorkeur naar ligt. Maar dit ziet er wel fantastisch uit. Wow. Daar gaan we. Woehoe. Oh, wat heerlijk vloeiend. Kijk nou. Gaaf dat gedaan. Zo. jongens. Ja, dit is toch schitterend om hierin te zitten. Ik ben gelukkig hierdoor. Wauw. Wauw, mensen. Wat fantastisch. Ik zit te twijfelen hoor. Tussen de eerste achtbaan en deze... De eerste omdat ik er al verliefd op ben, hoe die gewoon is gedaan. Maar toch vind ik qua thematisatie nog deze wel denk ik het mooist. Misschien wel snel geoordeeld, maar het ziet gewoon fantastisch uit. Dan ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie mening. En ik mag je natuurlijk gewoon in de comment hieronder plaatsen. Oh, dat water, fantastisch. Ongelooflijk. Oh, jeetje. Nee joh. Nee. Wat?
Wat? Wat? Krijgen we een stuk darkride hier of zo? Wat? Is dit een inrangeersysteem volgens mij? Ja, dat inrangeer? Wauw. Ja, jongens, dit is fantastisch gedaan. Ongelooflijk. Wat een werk. Wat voor werk zit hierin? Ja, dames en heren, de thematisatie was echt schitterend gedaan. Moet je kijken, hij heeft aan alles gedacht, zoals je ziet. Van watervalletjes tot aan gebieden. Het waren gewoon drie fantastische coasters. En ja, ik ben gewoon helemaal onder de indruk. En vooral van deze laatste. Wow! Wat gaat dat beeld doen? Oh, ik zit in de achtbaan, kijk. In die je daar ziet. En mensen, vergeet geen like te geven en een commentaar. Ik vond deze achtbaan het vetst. Laat weten in de comments welke jij het vetst vond. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van No Limits. Doei doei! Wow, dit beeld! Wow!